De Friese politie doet steeds vaker met succes een beroep op burgers bij de vermissing van personen of goederen. Volgens politievoorlichter Anne van der Meer heeft dat te maken met het feit dat de politie sneller de publiciteit zoekt dan vroeger. Hiervoor wordt sinds vorig jaar gebruik gemaakt van Burgernet en van de internettekstdienst Twitter. Wat ook helpt is dat de media deze berichten razendsnel overnemen. De voorlichters van de politie Friesland twitteren sinds februari afgelopen jaar. De Friese meldkamer doet dat sinds juni en was daarmee de eerste meldkamer die Twitter gebruikt.